Even naar vorige week terug. Hè? We zitten een week na dato. Ja. Als Malen gewoon wel die bal erin schiet, dan win je gewoon die wedstrijd. En is de Boer nog steeds een hele goede coach. Is er niks aan de hand? Nee, maar als zitten we hier nog steeds als over de Boer? De licht er niet uitgestuurd wordt. Was er ook niets aan de hand? Nee, maar zo dicht ligt het bij elkaar. Ja, dat was de Boer zijn contract verlengd. Ja, hadden we eigenlijk nu in de halve finale gezeten. Eigenlijk waren we al in de finale geweest. Ja. Nee, maar ik wilde mij aangeven. Had je een lintje gekregen? Nee, maar het had zomaar gekund. Ik bedoel, als hij die bal gewoon binnenloopt... Ja, zeker. Verlies je die wedstrijd niet tegen deze Tsjechen. Nee, natuurlijk niet, man. Dat maakt het toch wel heel gek. Want daarna is opeens Frank de Boer, die op een gegeven moment een beetje aan het opkrabbelen was... Ja. De slechtste coach die we ooit hebben gehad. Jij roept opeens, hij is met 3 clubs ontslagen. Ja, maar dat is ook zo. Kan je zijn man nou aannemen? Wilfred, Frank de Boer is een optelsom van gestuntel. Ja, dat is het ook. En dat soort trainers kunnen zich inderdaad redden met een goed resultaat. Ja. En als het goede resultaat er niet is, heeft zo'n man geen enkele krediet meer. Maar dan zeggen ze, zie je nou wel? Maar dat vond de eerste wedstrijd tegen Oekraïne al. Als het toen een 2-2 werd, zat iedereen al... kijk, daar gaan we weer met dat systeem. Ja. En toen ging die Dumfries gek doen. Die kopte nog zo'n bal in de uiterste hoek binnen. Oh, die heeft hem toen gered. Die heeft hem toen eigenlijk al gered. Uitstel van executie. Maar het is wel een gek idee dat het om zulke kleine dingen dan gaat, weet je wel. Ja, wat dacht je bij die Fransen? Ja. Gaat om een gemiste strafschop. Nou ja, die worden helemaal met de grond gelijk gemaakt. Die Fransen gingen bij die 3-1 een beetje lopen voetballen. Ja, die ook een beetje staan nog van 3-1 voor. Een beetje wisselen. Ja, die Spanjaarden. Hoogmoed komt voor de val, hè, bij die Fransen. Die vroegen om zoiets. Ja. Maar ik vraag me af, zo'n Frank de Boer... zou die nou nog steeds de ambitie hebben om trainer te zijn? Dat is de grote vraag op dit moment. We hebben Frank niet meer gesproken. En ik denk dat Frank zich ook even niet meer laat horen. Kijk, zijn vrouw had vroeger altijd zo'n meubelzaak. Hè, en dan deed hij de bestellingen en zo. Dat is toch ook een eervol bestaan? Dat zie je hem nu weer gaan doen. Nou, nee, dat weet ik niet, maar dat is toch helemaal niet iets minder waardig. Maar het was wel een, buiten Dumfries, een behoorlijke off-day van het elftal. Ze waren bijna allemaal weg. Het was echt allemaal. Ja, ja, Blind heeft ook wel een voldoende gehaald. Ja, maar dat is echt veel, man. Nee, de Jong niet gezien, de Pai niet gezien. Ook voor het laatste voetbalnieuws ga je naar veronicainsight.nl. Doei!